Hoi, Leo. Spannend. Welkom bij Tarot en Zo van Annemiek. Ik ga een kaart voor jullie trekken. Ik gebruik verschillende dekken. En die staan beneden. Eveneens informatie over wat ik hier nou precies doe en hoe ik het doe. Er komen een heleboel kaarten nu. Ik leg ze weer op de kop terug. Oké, twee flip-overs. Ah, mooi, mooi, mooi. Oké, ik laat de kaarten zien en daarna ga ik me focussen op de inhoud ervan. Vuurvlieg en eenhoorn. Of je nu gelooft in de eenhoorns of niet. Volgens mij kan alles gemanifesteerd worden waar je in gelooft. Dus als mensen er maar lang genoeg in gaan geloven, dan gaan ze vanzelf rondlopen. Ik ga er nog een kaart bij doen. Want dit ben jij. Dit gaat over jou of over je partner. Over je focus. Of over een project. Over je werk. Of over iets waar je mee zit. En ik trek drie kaarten. Nou, dat is wel heel erg veel voor die ander. Op deze manier kreeg ik ze. Kameel op de kop. Aasgier. En de panter. Heftig. Waar ben jij mee bezig, Leo? Dit is heftig. Oké. Okay. Ik ga beginnen met de eenhoorn. Er is iets waar jij in gelooft. En waar anderen niet in geloven. Het hoeft dus helemaal niet over eenhoorn te gaan. Maar jij hebt een overtuiging ergens over die niet alleen van binnenkomt, maar dat als je daaraan denkt of als je ermee bezig bent, dan voel je er ontzettend toe aangetrokken en geeft het licht. Jij gaat licht geven. Voor sommige mensen ben jij... Voor sommige mensen ben jij een lastige vlieg. En allicht niet dat het in zijn geheel over jou gaat, dat je lastig bent. Maar dit specifieke geloof dat jij hebt. Misschien komt het eruit waar het geloof over gaat. Maar ik denk dat jullie wel weten waar dit over gaat, waar je mee bezig bent. En anders wordt het vanzelf wel duidelijk in de loop van de sessie. Oké, ga ik nu eventjes je partner, je collega of je baas beschrijven. Ik kom ademtekort. Het kan ook zijn dat de rollen omgekeerd zijn. Of zelfs dat de ene zin op jou slaat en de andere zin op iemand anders. Dat moet je voor jezelf maar invoelen. Jij weet van jouw situatie af. Ik krijg het hier benauwd van. Ik krijg last met ademhalen. Sommige van jullie zal dat ook letterlijk zo zijn. Als jullie bij diegene zijn of überhaupt dat je de last van hebt. De last heb je omdat je als aasgier, de energie van een aasgier, jij bent geen aasgier, zo bedoel ik het niet. Of de persoon of situatie waarmee je te dealen hebt. Een aasgier die gaat over de fase tussen leven en dood. En ik vertel het in deze volgorde. Eerst leven, dan dood. Dus diegene die wil brullen tegen jou, die jou wil afsnijden, die jou wil afbijten van een bepaalde groep, van een project, uit een relatie, die is het er niet mee eens met wat je gaat doen, omdat die... of hij wil dat het in leven blijft, en dus niet sterft. Of diegene die wil eigenlijk juist graag dat het sterft. En de clue zit hem hierin voor jou. Een van mijn gaven is dat ik exact weet wat iemand nodig heeft. En tarot gebruik ik als middel daartoe. En een van de adviezen, en die gaat of over jou of over een persoon die hiermee te maken heeft. Nou, vooral voor de leeuw zelf.
Ja. Of degene die leeuw ascendant heeft. Als ascendant heeft. Je draaft doelloos rond. Voor diegene die van tarot afweten. Deze staat in het klassieke deck voor temperance. Voor matigheid. En hij is nu op de kop. En wat ik er nu uit lees. Dit is intuïtieve tarot. Dat je hebt een kans. Once in a blue moon. Dat betekent echt een unieke kans. Hè? Het is een klein... je hebt unieke kans om iets af te ronden. Om iets van leven naar dood te brengen. En dat klinkt heel erg grof. Ik bedoel helemaal niet iets heel ernstigs ermee. Maar een project wat je tot leven hebt gebracht mag nu tot een einde komen. Of een relatie waar je heel veel in hebt geïnvesteerd mag nu tot een einde komen. En het is uniek dat het kan gebeuren. Maar je moet niet doelloos zijn. Je moet heel erg bij je doel blijven. Want anders zijn er anderen die op jou zitten te azen. Als een aasgier. Of die jou, de kop af willen bijten. Of je handen, als het om handelen gaat. Voor een aantal van jullie zal dit ook gaan over spiritualiteit. Ik hou niet zo van het woord, omdat iedereen daar weer een andere betekenis aan geeft. Wat ik ermee bedoel nu is dat jij met je persoonlijke groei of met je reis terug naar God... En daarmee bedoel ik niet een man met een baard die op een wolk zit. Ik bedoel geen energie, ik bedoel geen wezen. Ik bedoel niet iemand die kan straffen of die wraak neemt. Ik bedoel God als zijnde goedheid. God als liefde, met een hoofdletter L. God als licht. God als datgene waar wij allemaal deel van uitmaken. Voorbij deze wereld. En... Laat je niet van jouw pad brengen, want jij hebt een geloof wat extreem veel licht brengt voor jouzelf. Zelfs als je er maar een heel klein beetje mee bezig bent, maar een heel klein beetje, de vuurvlieg. Zelfs als je er maar een heel klein beetje mee bezig bent, je gaat stralen, je wordt gewoon heel erg blij dan. Totdat hij weer langskomt, of zij... Of misschien staan deze kaarten wel voor negatieve gedachten. Waar het om gaat is... Blijf je focussen op wat voor jou belangrijk is. Blijf je focussen op datgene wat jou licht geeft. Blijkbaar doe je dat niet genoeg. Of vind jij zelf dat je dat niet genoeg doet. Dat kan natuurlijk ook. Het kan ook best zijn dat dit over een innerlijk proces gaat. Dat jij... jezelf te grazen neemt. Dat je jezelf zo kritisch bekijkt. Dat het lijkt wel alsof het een clip voor een maagd ook is. Hè? Dat je jezelf zo kritisch bekijkt tot in detail. Dat je zit er gewoon op te azen. Totdat het weer fout kan gaan. Voor diegene voor wie dit een innerlijke strijd is. Hè? Ja. Ik ga nog één kaart erover trekken. Blijf dus je doel volgen. Blijf je doel volgen. Ja? Matigheid is de kaart waar een vrouw of een engel met één voet op de aarde staat. Heel stevig. Net als een kameel. Een kameel hij hoort... Bij deze kaarten, bij de vuurfamilie. Maar ik vind hem juist heel erg aardse. Hij heeft zijn eigen, weet je wel, hij heeft zijn eigen voedsel, zijn eigen watervoorziening heeft hij bij zich. Zijn eigen emoties kan die met zich meedragen, met gemak. Hij heeft zijn eigen tempo. Ja, als een telganger. Hij heeft zijn eigen tempo. En jij bent dat even vergeten, dat jij ook je eigen tempo hebt. En alles is goed. Waar je ook mee bezig bent,
Je bent goed bezig. Je bent echt goed. Ik ga nog even een kaart trekken uit een ander dek. Als het iets voor je is, adem eens diep in en diep uit. Ja, kijk. Dit ben jij, leeuw. Zie je die kroon? Zet hem op. Zet hem op. En zet hem op. Zet hem op je hoofd. Jij bent de koningin van zwaarden. Jij bent degene die de beslissingen kan nemen. En als het om als het om je persoonlijke groei gaat, of om je pad naar God toe, qua meditatie of andere oefeningen die voor jou belangrijk zijn om bij je innerlijke kracht te blijven. Het is een kwestie van minutieus soms. Hoe gedraag ik me als het erom gaat dat je uit patronen wil stappen? Ook al zeggen sommige mensen dat het niet mogelijk is. Ik weet dat het wel mogelijk is, maar het vergt enorme toewijding en zuiverheid. Een wolf staat ook voor leiderschap en je moet een leider over jezelf zijn. En mocht dit een persoon buiten jezelf zijn, dat is ook de manier om er geen last van te hebben. Jij moet zuiver voor jezelf blijven. Blijf zuiver voor jezelf. En zet die kroon weer op. We zijn allemaal al gekroond. En je hebt geen toestemming nodig om hem te dragen. Jij al helemaal niet, leeuw. En zelfs als je hier kijkt omdat je Venus in leeuw hebt staan, of de maan in leeuw hebt staan, of dat je kijkt omdat je partner of je baas, collega in leeuw is, deze boodschap is alsnog ook voor jou. Je bent al gekroond. Ja. Misschien in gedachten, als je het leuk vindt, niks moet, kan je misschien je ogen sluiten of gewoon mee aan blijven kijken. En adem rustig in even. En dan bij de volgende ademhaling wat dieper. En zie voor je dat het mooiste wezen dat je ooit hebt ontmoet voor je staat. En als je in Jezus gelooft, of moeder Amma, of Babaji, of wie dan ook. Iemand die voor jou grote waarde heeft. Zie diegene voor je en dat diegene een kroon vast heeft. Deze kroon. Op zijn minst. Misschien is die nog wel groter. En aanvaard die kroon. Misschien wil je hem zelf op je hoofd zetten. Dat je hem aanpakt van diegene. Dat je hem zelf op je hoofd zet. Ik moet nu denken aan de film van over Napoleon. Het was een romantische film. Josephine kwam er dus ook in voor. En de Napoleon, op het moment dat hij keizer gaat worden, dus bij een van de ritueel, wordt hij ongeduldig. En driftkikker als die was, pakte hij, graaide of griste hij die kroon uit iemands handen en zette hem op zijn hoofd. En hereby I declare myself emperor. Hierbij verklaar ik mezelf koning, keizer, keizerin. Wat je wil. Dit is jouw leven. En je speelt hem goed. Je speelt hem goed. Oké, genoeg voor vandaag. Dank jullie wel. Ik post niet regelmatig. Nou, ik post wel regelmatig, maar niet met regelmaat. Maar ik post wel. Mocht je geïnteresseerd zijn in meer clips, misschien is het dan handig dat je je abonneert. Zie maar, niets hoeft. Niets hoeft, hè? Dat is ook een boodschap voor velen van jullie.
Niets hoeft leeuw. Het maakt niet uit wat anderen ervan vinden. Je bent al gekroond.